Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik deze doe-het-zelf setjes van de Xenos uitproberen. Dit in het thema, ja, juwelen als het ware. Allereerst heb ik hier dit setje met vooral houten kralen. Alles zit hierbij in, zit een gebruiksaanwijzing bij. Stap voor stap gewoon volgen, dus het zou heel simpel moeten zijn eigenlijk. Een van de eerste dingen die hier al gelijk aangeeft is dat ik een knijptang erbij moet gaan pakken. Dus dat ga ik maar allereerst even doen voordat ik echt kan beginnen. En dan kunnen we aan de slag. Het is inmiddels al een tijdje geleden dat ik echt zulke sieraden heb gemaakt. Vroeger deed ik dat echt wel vaker. Dus het is voor mij even in het begin wel even weer freubelen en uitzoeken hoe ik het gemakkelijkste ook weer allemaal kan doen. Allereerst maak ik eigenlijk even de armband. En dat is puur alleen, ik heb tot nu toe eigenlijk altijd gehad met deze setjes, dat het aantal kralen dat erbij in zit voor een bepaald item nooit genoeg zijn voor mijn pols. Ik heb namelijk best wel brede polsen. Dus ik dacht, als ik nou in ieder geval het armbandje vastmaak, kan ik daarna de overige kralen gewoon gebruiken voor de ketting. De ketting eigenlijk die erbij zit was één lange lengte. Daar heb ik dan twee losse lengtes van gemaakt. Precies eigenlijk zoals de gebruiksaanwijzing aangaf. En om deze jump rings eraan vast te maken. Ja, is het beginnetje eigenlijk al gemaakt? Dan hoef ik alleen nog maar eraan vast te krijgen. Ik moet zeggen, dit is wel een van de meest simpele dingen die ik had gedaan. Of die ik heb gevonden eigenlijk. Van alle sieraden set maken, als het ware bij de Xenos. Maar ik dacht, ik doe expres een simpele en een wat moeilijkere. Om een beetje te kunnen vergelijken, ja, hoe en wat allemaal. Sommige kralen waren niet helemaal door en door. Dus dat doe ik eigenlijk door mijn tang eventjes doorheen te prikken. Maar verder zijn ze hartstikke gemakkelijker aan vast te krijgen. Nou hoef ik alleen nog maar een laatste ringetje eraan vast te maken en het sluitingje en dan is hij klaar. Al met al van moeilijkheid van 1 tot 5 was dit een 1. Heel simpel, gemakkelijk te doen. Knijptangetje is wel iets wat je echt nodig hebt als je dit allemaal met je nagels moet gelopen doen. Ik denk niet dat dat fijn is. Dus dan raad ik wel aan om dat in ieder geval te hebben. Hartstikke leuk. Gaan we door naar het volgende setje. En deze is meer een beetje boho chic. En zoals de doos eigenlijk een beetje laat zien, denk ik ook iets moeilijker. Dus laten we het spul erbij pakken. Oh nee, dit meen je. Oh nee, dit meen je. Oh, dat heb ik weer. Iemand heeft de helft van de spullen uit de doos gehaald of gejat in de winkel. Ik mis gewoon echt alles. Ik heb letterlijk echt alleen het koord en een paar kraaltjes en één veertje. Oké, nou ja, tot zover het uittesten van deze ketting. Oh, ja, laten we maar weer opnieuw in de winkel gaan en kijken of ze nog iets hebben. Een andere keer. Oh, wat erg. Nou ja, dat was het weer voor deze video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet het dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!